Nou, ik ben heel blij dat voor het Back to Bach programma Ted Branson mij heeft gevraagd om mijn allereerste ballet voor de grote groep van Nationale Ballet te maken. En ik heb gekozen om 12 dansers te gebruiken, 6 jongens en 6 meisjes. En ik gebruik het concert voor viool en oboe. En dan nog een heel klein extra stukje erachteraan, wat het een ballet in 4 delen maakt, ongeveer 20 minuten. Voordat ik de studio in kom, heb ik al heel vaak naar de muziek geluisterd, echt al honderden keren. En weet ik precies wie waar, wanneer opkomt, wie waar opkomt en hoeveel mensen er op het toneel dansen en voor hoe lang. Maar wat daar precies binnen gebeurt, weet ik nog niet zeker. Er zijn een bepaalde hoogtepunten in je werk, van hoogtepunt naar hoogtepunt. Maar daarbinnen is nog heel veel vrijheid en dat creëer je met de dansers vervolgens in de studio. En samen proberen we dan toch uiteindelijk weer mijn grote lijn die ik voor ik de studio binnenkwam te bereiken. Het mooie van muziek van Bach vind ik aan de ene kant dat er een enorme structuur in zit. Een hele duidelijke structuur. Naar welk werk van Bach je dan ook luistert. En dat is aan de ene kant heel fijn, want je kan die structuur volgen. Maar ik heb ook altijd het gevoel van ik moet weer uit die structuur weg kunnen komen. Ik moet het kunnen doorbreken. En dat geldt niet alleen voor de choreografie, maar ook voor het design en voor het lichtontwerpen. Wij vonden het allemaal belangrijk dat we de structuur volgen, aanhouden en ook weer doorbreken. En zoals ik zei, dus met ons hele artistieke team hebben we geprobeerd om op deze prachtige muziek met een schitterende structuur een heel modern ballet, een hele moderne look neer te zetten die ook juist weer die structuur gaat ontbreken. En ik hoop enorm dat het over gaat komen. Maar met deze prachtige dansers moet het wel lukken.